Wij gaan op pad, want we hebben met elkaar de Flevolands Energieagenda opgesteld. Die is door alle colleges en besturen gegaan en nu gaan we handtekeningen ophalen. We dachten, dat doen we niet gewoon in één grote bijeenkomst. Wij gaan natuurlijk milieuvriendelijk met de Tesla langs als provincie naar alle partners. En bij iedere partner gaan we ook hun handtekening ophalen. Wat ik vandaag wil bereiken is dat we weer als partners in de energieagenda na een wat roerige periode beseffen. We staan volop achter de doelen van die agenda en we gaan nu over in de leukste fase. We gaan hem uitvoeren. De waarde van de handtekeningen is dat we daarmee herbevestigen dat we met z'n allen één doel hebben. En dat we met z'n allen moeten zorgen dat enerzijds er bespaard wordt op energieverbruik, anderzijds energie op een andere duurzame manier wordt opgewekt. Daar zijn heel veel partijen mee bezig. Gemeenten hebben daar een bijzondere rol in als gebiedsautoriteit. Maar ook heel veel initiatieven die samen daaraan willen werken. En al die partijen hebben al heel veel gesprekken plaatsgevonden. Maar het is een soort van herbevestiging, nu gaan we het echt doen. Als de handtekeningen eenmaal binnen zijn, dan gaan we eigenlijk door met wat we al aan het doen zijn. Als provincie definiëren wat wordt nou eigenlijk de provinciale inbreng in de Flevolandse energieagenda. Dat komt uit onze opgave in het kader van het omgevingsvisie. En partijen zijn druk bezig. Gemeenten bijvoorbeeld moeten warmtekaarten maken. Bedenken hoe de warmte verdeeld zal worden over de verschillende wijken nodig om van het gas af te komen. Initiatiefnemers die bezig zijn met hernieuwbare energie, die proberen we te helpen om dat sneller te doen. Asbest problematiek op heel veel daken. Kijken of we met zon voor asbest twee problemen tegelijk op kunnen lossen. Zo zijn er een hele reeks van activiteiten. En de meerwaarde is dat we dat in die zin gezamenlijk doen. Dat we van elkaar leren. Dat als provincie kijken waar we daarbij kunnen helpen. En dat er echt een hele grote serie activiteiten ontstaat om met z'n allen te voldoen aan de doelstelling. Dat is de opgave die er komt te liggen straks voortkomend uit de regionale energiestrategie.